Oh, Jan de Rood. Hey, Jan de Rood, Bosse Bolle. Oh. Hij gaat door midden. Jan de Groot. Jan de Groot. Ja, oh, ik vind deze wel heel lekker. Ik vind deze toch weer next level. Oh, dit is heel grappig. Die hebben een hele andere vorm. Dus heb ik meegenomen naar onze parkeerplaats. Een beetje misselijk. Heel hard. Die is heel taai bijna. Welkom bij een nieuwe video. Wij zijn in de bos. En wij gaan een bossenbollentest doen. Ja. We hebben net al een warmwolfoodtest opgenomen met worstenbroodjes en van alles. Ja. En nu de typische Brabantse lekkernij, de bossenbol. Ja, de eerste is Bakkerij Royaal. Zijn we net ook geweest voor de warmwolfoodtest, maar nu gaan we voor de bossenbol. Hier is het. Kijk, nou, je kan zien, de bossenbol is hier vol in de picture. Dat kan niet missen hier. Bossenbol ijs. Mocht je willen weten hoe dat smaakt, kijk even naar de vlog van de vorige keer. Maar we gaan naar binnen, toch? Naar binnen? Ja, we gaan naar de bakkerij. Ja. Ik zie ze al. Kijk hier. Bossenbollen, dit zijn gebakjes. Hier hebben ze dus allemaal grappige dingetjes, sokken. Alles bossenbol hier. Zelfs een kerstbal. Maar goed, we komen hier voor de bossenbol zelf. En ze hebben hier ook meerdere smaken bossenbollen volgens mij. Oh ja. Maar ze lijken allemaal hetzelfde. Deze zijn groter. Ja. Eentje, ja. Eentje. Ja. Weet zeker één. Nou, we moeten er nog een stuk of drie, dus beter van wel. Ze hebben hier ook cannoli. Jezus. Is dit de lekkerste van heel Den Bosch? In ieder geval van de visstraat. Ja? Jazeker. Gaan we weer op hetzelfde plekje zitten als de vorige keer? Ja, we gaan hier weer zitten. Weet je eigenlijk waar een echte bossenbol uit bestaat, traditioneel? Nee, maar ChatGPT wel. Dankjewel ChatGPT en Valerie in edit. Groot friend. Nou, daar gaat hij. Doormidden. Oh, hij gaat door midden. Oh jee. Oh jee. Oeh, die slagroom ziet er heel goed uit. Ja. Het is een hele dikke slagroom. Oh. Goeie. Oh. Ja, goed wel dat het helemaal zelf gemaakt. Even chocola. Die slagroom is zo dik. Ik vind deze lekkerder dan die het ijsje zat vorige keer. Ja, klopt. Want die was een beetje taai. Ja, maar ik denk dat door het ijs wordt het misschien een beetje taai. Oh. Ja hoor. Maar, dit is nog maar de eerste. Ja. Moeten we nog een beetje vergelijken. Oh, maar dit vult ook. Hoe gaan we dat doen met de test? Ga je alles opeten? Het is gewoon een heel gebakje. Dus vergeet niet om te liken en te abonneren als je zou willen. Zou het heel leuk vinden. Maar eten zoveel calorieën voor jullie. Ik denk dat ik deze lastig vergelijken, maar ik geef hem echt wel een 8,5. Ja, ik vind hem heel lekker. Ik vind hem echt goed. Ondertussen is het al 5 uur 's middags. Gaan we even naar een bakkerij? Ja. Pas op. Oeh, die ga ik maar zo aan. Oh, oké. Die mensen fietsen hier heel hard. Ja. Maar dit is Den Bosch. Kijk, hoe mooi. Kijk, dit is echt heel grappig. Je hebt dus Jan de Groot. Dat schijnen echt de beste bossenbollen te zijn. Maar die zijn hier gewoon overal. Iedereen. Die verkoopt ze van Jan de Groot. Ja, dus eigenlijk eet je overal Jan de Groot bossenbol hier. Wij gaan wel naar de echte Jan de Groot hoor. We hadden hem nergens anders voor de test. Oh, het is hier druk. Dit is het station hier. Station. Maar, pas op. We gaan naar een bakkerij. Wij zijn eindelijk bij de enige echte Jan de Groot. Jan de Groot. Oh, sorry. Nou, kijk dit. Een bol met banaan. Precies. Oh, ze gaan heel hard. Ja? Ja, goed.
80 net uitverkocht. Ja, mag wij eentje meenemen? 2,90. Ja. Oh, die bossenbollen gaan hard hier. Ik hoor het. We hebben hem. Oh. Hij smelt toch niet? Ik heb nu tissue nodig. Ga ervoor. Oké. Okay. Ik ga niks zeggen. Ja. Oeh, hij smelt een beetje. Het is warm buiten, dus dat zie je. Ja. Ga ervoor. Oeh, hij ziet er goed uit. Ik zit helemaal onder. Nou, zoals je hem hoort te eten, als een appel. Oh, oh, alles room gaat eruit. Ja, ik vind dit echt heel lekker. Oh. Ik moet nog even een hapje van die slagroom, want die is er helemaal uitgevallen. Hij is zwaar. Hij is vers. Ja, oh, ik vind deze wel heel lekker. Ik vind deze toch weer next level. Oh. Vergeleken met net. Deze is helemaal, deze is, ik dacht ja, de soes is ook niet saai. Oh, maar die chocola is ook henna. Ja, geef maar hier, ik moet even een hapje. Het smelt, eigenlijk dit smelt gewoon helemaal weg. Die slagroom is ook niet normaal. Hij is wel, ik vind hem wel erg goed. Jeetje. Maar ik snap al waarom heel Den Bosch deze bollen verkoopt. Ja, want, hij is helemaal vers. Wat ben je van plan om hem op te eten of zo? Nou, mag het? Hij is een dikke. Ik geef hem echt een 9,5. Wow. Mag ik ook nog een stukje? Ze hebben hier wel worstenbroodjes. Vega frikandel. Ze hebben hier geen bossenbol, hè? Ze hebben wel grappig. Een Berliner bol. Wat het ook? Wacht. Oh nee, dat zijn... Oh, wacht even. Huh? Hé, maar dit is Bakkerij de Groot. Oh jee. Oh, dat is dan weer een andere bakkerij, hè? Ja. Ja, hoi met Van der Rie. Hoi, ik heb even een vraagje. Hebben jullie nog de bossenbollen? Oh, want ik vroeg me af, zijn die van Jan de Groot of waar hebben jullie ze van? Oh, dat is weer een andere bakkerij. De Groot. Oh, tot hoe laat... Oh, sorry, tot hoe laat zijn jullie open? Ze hebben ze nog wel. Ja, want ze hebben ze dus hier ook bij de Jumbo, maar het is leuk om daar te eten, ja, toch? Want dat zijn dus bossenbollen van De Groot en niet Jan De Groot. Het is weer een andere De Groot, ja. Dus... Ja, maar hier staat ook een bossenbol op de menukaart. Oh jee, ja, waar niet hier? Ik wil weten waar die van... Oh, Jan de Groot. Ja, nee. We hebben al gehad. Hier staat hij. Kijk maar. Ja, van Jan de Groot. Hier is ook een bossenbol. Oh, even kijken. Waar is die van? De enige echte. Ja, maar dat is Jan dat de Groot. Dat is ook Jan de Groot. Ik vind ze hier niet echt origineel. Nee. Hi, T. Wow. Hier, ook Jan de Groot. Hey, Jan de Groot. Bossenbollen. Met een echte bossenbol of vers gebakken appeltaart? Waar is de bossenbol van? Een bossenbol dessert. Ik weet niet of je het weet, maar we hebben net een hele viral food test opgenomen met 10.000 plekken. Ja. Daarna dus 2 bossenbollen voor deze vlog. Ja. En we zijn nog niet klaar. Dus ja, ik zou zeggen, ga even liken en abonneren als je zou willen. Ja, we zijn echt strijders. Ik weet niet meer. Oh ja, en we zijn nog voor Natural Blend tussendoor naar allemaal leuke koffiezaken en lunchzaken aan het gaan. Ja, daar worden onze lattes geserveerd. Hier zie je wat voorbeeldjes van de lattes die wij met Natural Blend hebben. Ja, maar we gaan nog even door. Bossenbol nummer 3. Bij Brasserie Top. Ja. En hier schijnen ze te komen van De Groot. Niet Jan De Groot, maar De Groot. Een andere. Die we net bij de Jumbo ook zagen. Ja. Staat dat hier ook bij? De bossenbol. Hi. Hi. Vraag, kunnen we ook een bossenbol meenemen? Ja? Yes. Binnen graag. Hoe grappig zal het zijn als ze bij Laplace ook een bossenbol hebben? Benieuwd. Of bij de Albert Heijn. Die zit hier achter. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, maar Laplace is dicht. Nee. Ja. Oh, maar het leek open. Nee. Oké. Plan B. Albert Heijn. Albert Heijn. Ja, moet toch wel in een bos bij Albert Heijn een bossenbol? Zou je wel denken, hè? Bossenbol. 1+1 gratis witte druiven. Oh, 1+1 gratis.
Bonus. Bedrijven. Daar heb ik wel zin in, hè? Ik ook. Ja, zo'n actie. Actie moet mee. Ja, hey. Oh, die zien er heel anders uit. Oh, dit is heel grappig. Die hebben een hele andere vorm. Waar komen deze vandaan? Nou, die komen niet van Jan de Groot, zo te zien. Ik denk het ook niet. Ja. Kijk hoe anders dat eruit ziet. Wat echt? Bosse bollen, 4 euro zijn ze dus. Voor 2 dan. Voor 2 stuks. Ja, neem maar mee. Is dit van Albert Heijn eigen merk? Ja. Moet ik vragen in de kassa. Kijk maar, Albert Heijn bosse bollen. Oké, let's go. Ik wil niet meer. We staan op de parkeerplaats waar onze auto staat, want het was al zo laat. En we moesten de bus terugnemen naar de rij of naar de rij. Eigenlijk hadden we geen zin. Meteen weer in een bossenbol. Dus hebben we het meegenomen naar onze parkeerplaats. Een beetje misselijk. We staan op de PNR. Hoe heet het hier? De Vliert. En op tijd maar 5,50 voor de hele dag parkeren in een bos. Met busvervoer erbij naar het centrum. Dat was wel heel chill. Ja, maar daarom staan we hier. We moesten terug. Ja. Dus dit is degene van bakkerij De Groot. Ja. Dat is weer een andere. Zit ook in Den Bosch. Ja, maar dit is niet Jan De Groot. Dit is nee. De Groot. Ik ben heel benieuwd naar het verschil. Ja, nu opschieten. Wat hoor. Zij is misselijk. Ik wilde hem al veel eerder eten, maar zij was misselijk. Dus we eten nu pas, dus mogen we niet. Komt-ie. Mensen op YouTube hebben niet zoveel geduld. Ja. Het ziet er wel goed uit. Ja, ik heb vork nodig. Is die zo hard? Ja. Nee, ja, dat is niet goed. Hij is niet hard, hij is gewoon... Nou, zo ziet hij er van binnen uit. Hij is echt minder vol. Ja, hè? Ja. Volgens mij, ja. Mijn eerste indruk is wel dat ik hem er minder vers uit vind zien, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, go. Komt-ie. Hij is veel minder zacht. Ik vind die soes een beetje droog. Heel hard. Die is heel taai bijna. De audio zit bij jou hoor. Niet oh ja. Hoor je? Maar die soes is een beetje hard. Ik vind het niet lekker. Er zit geen chocola op de onderkant. Dat die andere toch wel. Nou, dat is het. Ja hè? Hij is maar half. Nee. Oh. Die andere had niet helemaal chocola. Okay. Dat kun je niet vasthouden. Ik vind wel, de slagroom is wel lekker. Maar die van Jan de Groot, die smelt in je mond. Ja. Dat is helemaal... Ja. Ik vind de chocola wel lekker. Mm-hmm. Maar inderdaad, ja. De soes, ja. Oeh, die geef ik echt een minder. Echt minpunt. Het is natuurlijk ook zo, deze brasserie die heeft het van die bakkerij. En we hadden bij de bakkerij Jan de Groot zelf. Ja. Misschien is het wel anders als je echt naar deze bakkerij gaat. De Groot, als je daar vers haalt. Die was dicht vandaag, de bakkerij. Maar dit? Is misschien anders, maar nee. Ik vind het... Nee, het is echt wel een stuk minder. Ik denk een 6,8. Ja, ik een 7. Ik vind hem echt heel matig. De bossenbollen van de Albert Heijn. 3,99 voor 2 bossenbollen. Ja, ik zie al, het ziet er wel niet echt uit als wat we vandaag al hebben gehad. Verse bossenbol. Anders. Het is plat. Het heeft allemaal vormen, hij is helemaal niet zo bol. Hij is plat gereden. Nou, dit wordt de afsluiter. Gaat dit... Hierna ben ik er ook helemaal klaar mee. Gaat dit een goede afsluiter zijn? Qua looks is het al echt een heel verschil met minder... De onderkant heeft wel chocola. Oh, dat vind ik al een pluspunt. Hey. Oh. Oké. Okay. Nou, gaat hij. Maar het is wel minder mooi bol, ziet hij eruit. Ja. Oh, nee. Nee? Ik vind de chocola prima, maar ik vind het weer zo droog. Ik ben er nog niet, wacht even. Ik heb geen room nog niet. Nee. Ik vind het niet heel verkeerd. Er zit zoveel soes in, dat je bijna niet bij die slagroom komt. Maar hoe raar. Ik moet even een hap van die room. Ja, wachten. Je moet echt met de room. Nou, dat is toch geen goed teken, hè? En je moet de eerste hap, moet je gelijk alles hebben. Maar die van net, dat was hetzelfde als dit. Nou, ik vind hem echt niet zo verkeerd. Nou, val me mee. Kijk, hij is platter, dus er zit ook minder room in. Ja. Maar ik vind hem niet heel veel slechter maar dan die we net hadden. De andere was wel beter qua vorm. Het is wel een soort platgedrukte variant. Maar de smaak vind ik eigenlijk hetzelfde. Ja. Dit van Albert Heijn is gewoon hetzelfde als de bakkerij De Groot. Ja. Maar dan gewoon niet echt de bol. Nee. Iets minder. Maar hier heb je er 2 voor die prijs. Ja, dat is wel een verschil. Ik zou hem eerder deze kopen dan die van Bakker de Groot. Camera viel uit, we hebben hem even gewisseld. Maar cijfer, ja, ik geef hem echt wel 7,5. Ik vind hem echt niet verkeerd. Jij? Ik denk een 7,3. Ik vind hem
netjes, prima. Maar ja, ik vind die soes gewoon wat droger en die vorm. Maar voor Albert Heijn eigen merk, terwijl je in de bos hier al die bollen hebt. Ja, ik vind het wel knap gemaakt. De slagroom is lekker. Ja, maar gaan we het opeten? Ik denk dat wij de komende 2 maanden geen bosse bollen meer hoeven. Ja. Maar als je in Den Bosch bent, ga dan zeker even langs Jan de Groot. Want voor €2,90 heb je echt wel een hele goede verse bosse bollen. Dan heb je gewoon de echte ervaring. En als je goedkoper wil, deze is prima. En die ook van Royaal. Royaal was ook wel lekker. Ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zouden we heel leuk vinden. Ja. Dat is mijn tekst. Dat is zo moe. Doe jij maar. Doe jij maar. Doe jij maar. Ik ben zo klaar mee. Even denken. Ja. Dus leuk dat je... En toen was die weer uitgevallen, batterij weer leeg. Nou, maar... we vallen er gewoon zo lang over die auto dat we hem gewoon niet moeten doen. Leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vergeet niet om te liken en te abonneren als je dat willen. Goed zo. Hey. En dan zien we je in de volgende. Doeg!